Welkom op dit moment waar we contact met elkaar hebben. Normaal gesproken ontmoeten we elkaar in ons kerkgebouw, maar door de komst van het coronavirus en de inzet om de snelle verspreiding van dit virus tegen te gaan, zijn er breed in onze samenleving maatregelen genomen om de contacten zoveel mogelijk te beperken. Ook onze kerken zijn plaatsen waar veel mensen elkaar ontmoeten. Daarom het besluit om tot 31 maart de activiteiten in onze gemeenschappen op te schorten. Midden in de 40 dagen tijd met de vele activiteiten die juist dan plaatsvinden. En je kunt kijken naar wat je niet meer hebt. Je kunt ook kijken naar wat je wel hebt. En we hebben in onze parochies mooie websites en andere sociale media die we gaan gebruiken om toch contact met elkaar te houden. Hoewel dat wel een beetje eenrichtingsverkeer zal zijn, want het ademen van u zal mijn oor niet bereiken. De liturgische bloemschikking laat zien de bron van leven. De Heer geef mij van het water, horen we een Samaritaanse vrouw aan Jezus vragen. Het gaat vandaag over dorst, over droogte en water. Ook wij kunnen ons herkennen in situaties van droogte, uitputting, gebrek aan inspiratie. De 40 dagen tijd verwijst van zichzelf al naar de woestijn. En door het coronavirus ontdek ik ook een nieuwe kant aan dorst hebben. Verlangen naar ontmoeting. Verlangen naar contact met elkaar. Wanneer wij droogte en woestijn in ons leven ervaren, kunnen we ons aansluiten bij het verlangen van de Samaritaanse vrouw naar water, naar nieuw leven. En de bron van het leven, dat wordt gesymboliseerd door de blauwe fontein van bloemen.